belangstel en vandaag hebben we de meest besproken minister in Suriname. Ik heb het op Facebook geplaatst en een heleboel vragen, een heleboel opmerkingen. Is dat weet je? Maar, ik moet eerlijk zijn, een minister, trouwens me sabi, samen jan of pamango wasi of pamang samen dringi om door te gaan. Ondanks alle kritiek. Is dat weet je? Maar vandaag gaan we dat alles horen. Ik sta weer met Chef Lee. Ja, en ja, Chef ja. Lee heeft iets voor mijn petto. Wat is het? Vandaag ga ik flatbread maken. Naanbread en butter chicken. Speciaal voor de minister. Nog een keer. Naanbread en butter chicken. Wat is dat? Je zal het straks zien. Oh, baya. Maar ze leggen de recept, boy. En dan man een takje, hè. Hij is weer anders. Hij praat niet veel. Hij doet. Is dat weer toch? Maar mensen gaan eerlijk zeggen, hoor. We staan in de... Ik ga minister vragen... Als ik zonder mondkap. We zitten anderhalve meter van elkaar. Want eerlijk gezegd, met dit ding op je mond. Het moet. Maar we zitten anderhalve meter. Dus we mogen zonder mondkap. Want anders ga je me niet goed verstaan. Laten we even eerlijk zijn. Ik ga even naar een... Want jullie willen de minister zien. Maar hier is hij geen minister. Hier is hij gewoon meneer Amar. Ja? En Atta is laat. Kijk, hij heeft zijn schoenen pas aangetrokken. Hij is weer laat. Atta, wat ga je voor Amar... klaarmaken? We gaan het combineren. Iets gezonds. Uh-huh. Iets met sinaas. Ja. En even zeggen, niet te veel alcohol. Een beetje mag voelen. Het is druk dit. Ja. Dus je mag een beetje ontspannen. Ontspannen. Ja, we zijn in een ontspannen sfeer. Ja. Dus het mag. Een beetje, niet te veel. Nee, sowieso. Is dat weet toch? Dat doen we niet. Hij is wel Amar hier. Maar hoor rekenen. Ja? Laten we gaan kijken en luisteren. Nee, mensen, kijk hier. Voor de beste mode is het nog steeds dresscode en de locatie is Migos. Migos Lounge, de weg naar zee. Laten we gaan kijken en luisteren naar minister van Volksgezondheid, de meter VG, Amar. Men. Hi, simpel. Ik ben toch? Ja, man. En we zijn straks terug. Ladies and gentlemen, who's this? Dit is We gaan nu praten met Amar. Yeah. Ik heb die toestemming toch? Helemaal. En mensen, onder weer meer in dat ja, simpel is weer bezig. Hij heeft mijn toestemming gegeven. Ik mag met Amar praten. Want dit is tapa bankstel, dit is geen officieel ding. Dit is want Amar! Maar ook niet mooi meer. Helemaal niet. Amar, nee, waar is het leven van Amar begonnen? Ik ben op 23 september 1982 geboren. In het Diakonesse ziekenhuis. En ik begon te uitvlucht. Al waar ik ben opgegroeid. Dus eigenlijk is het daar begonnen. Dus je bent enigste kind? Nee, ik ben het laatste kind. Hè? Uit een gezin van 5. Voor visie? En ik ben enigste zoon. Dus ik heb 4 zussen. Enigste zoon. En je weet, zonen bij de hun die staan. Ja, maar dit was anders. Oh? Dit is anders. In de pori. Serieus? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Of ze zeggen, hoe je zo bij die meisjes bent opgegroeid, nee. Dat je een meisje. Dat als nu is het volgens mij wel zo. Maar nou, voorzien niet. Voorzien niet? Nee. Wat is je volledige naam? Moet ik alles zeggen? Alles. Oké, okay, Amar, dat is mijn voornaam. Aha. Mijn middelsnaam is Nograj Ramadi. Dus A-N-R. Amar, wat betekent Amar? Heb je gevraagd? Ja, Amar is een Hindoestaanse naam. Afgeleid vanuit Hindi. En het betekent onsterfelijk of eeuwig. Maar in elk geval, Amar is eeuwig. En het is geen Amar, het is Amar. Amar. En die tweede naam is? Dat is weer even. Nograj.
no crutch. Ah, ito sa for the Kapanoy type of food. Ah, ito sa na, ito sa Hindu na. Open Hindu na. Oh. Yeah. And Ramadan. Yeah, Ramadan is just that you say met really fear plus in is faith. Enos de jong van de familie, uitvlucht opgegroeid. Ja. Hoe was het opgroeien in uitvlucht? Op uitvlucht? Heel prettig. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ik ben opgegroeid. Ik ben aan de lagere school ben ik op het R. Atamega school geweest. Daarna Servisme school. En daarna het Miranda Lyceum. En dan aan de universiteit. Goed boy! Hoe blijf je zitten? Nee, nooit. Eh? Alleen op de universiteit. 1 jaar heb ik het moeten overdoen. Maar, dat is mijn eerste jaar. Maar waarom heb je het moeten overdoen? Hoor. Na de break. Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected à la C. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TNSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby. Connected à la C. Enjoy affordable connectivity. Still the most affordable. Taylor, see you keeping us in touch. Ja, en we zijn terug mensen en jij wil het ook weten. Rasta is boos op me, Mita is boos op me, want ik kota mijn fles. En een heleboel worden ook boos op me, ik kota fles. Min? Yes. Nee, Amr. We waren gestopt bij een... Amr. Yes. Amr, we waren gestopt bij een... Waarom je bij blijven zitten? En de klas heb moeten overdoen. Oh, ai boy. En je loopt, Mita, je kier, Mita boy. Kijk die tafel, kan je me helpen met die tafel? Mag ik even uitzoomen? No, Amr. Mag ik? We hebben verschillende, je weet, we promoten Surinaamse dingen. Ja, zeker. Michi. En dan hebben we Passion Fruit, dat is Marcusa. We hebben Manja. Ja. We hebben Mandarijn. En Kuyafo. Je mag dat zeggen, Wani. Oké, ik moet gewoon Kuyafo, want ik ben dol op Kuyafo. Kuyafo, oké. Lekker heel lekker saffa. Yes. Ik ga die mandarijn tenten met de ja mandarijn. Dat komt goed aan te doen. Ai. Lekker romantisch. Continue me. Ja. Thank you. Laten we proosten. Ai. En de man takum lukun makandarijn. Nee, dat is niet. Ik heb het geschonken voor je binnen lukun. Ik vind het altijd zo lastig. De man tak van je moet die persoon. Maar ik neem lukun man nengere. Dat is bij Wijn toch? Oh, bij Wijn. Oh, gelukkig. Oh, dan ga ik het nooit meer doen. Proost. Amor, dat ik nog niet doen. Hai. We gaan door met de school. Yes. Dus, ik heb alle jaren doorlopen. Vlot. Aan de universiteit. Kom je op de geneeskundige opleiding. En er geldt een nulregeling daar. Nu heb je dispensatie. Maar in mijn jaar had je nul regeling. Dat betekent, je moest alle 26 vakken mag je enkele onvoldoende hebben. Eh? En ik heb het jaar moeten, helaas moeten overdoen op één vak. Welk vak was dat? Het was celbiologie. Dus ik heb toen het hele jaar moeten overdoen op één vak. Het was een zeer onterechte regel. Daarom is het ook na mijn jaar is het direct dispensatie gekomen. Dus toen ik net een jaar later had die regel eerder was genomen, had ik een jaar gewonnen. Maar goed. Je leert eruit, het zijn uitdagingen die maar naarmate je ouder wordt moet je kunnen omgaan ermee. Mm-hmm. Dus ik vond het ook niet erg, het was een leermoment, het was wel een tegenslag omdat je nooit bent blijven zitten. Mm-hmm. Maar goed, goed al goed. Maar wat voor soort type jongen was Amr
op de scholen. Laten we gewoon, want het leven begint eigenlijk van een tiener begint op de middelbare school. Ja. Zeg ik, want daar drap je op begin aan die. Is dat toch niet les uur, hangen te pakken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik praat uit ervaring. Wat voor type jongen was Amar? Ik was zoals ik het hoor, want sommige dingen kan je ook niet meer ruiken. Maar zoals ik het hoor, kijk, mijn vader is onderwijzer, mijn moeder is verpleegkundige geweest. Dus beide werkende ouders werden smagelijk afgezet op school. En daarna moest ik teruglopen naar huis. Maar over het algemeen was ik een rustige jongen. Hey, ik heb vrienden, een ballona, daar ben ik opgegroeid, dus het Eratamiges hartje ballona. Ja. Ik weet nog wel, een boshuis zelf, ergens in een van die bosjes daar, waarbij je dan in een boom, was er zo'n woning, een huisje. En dan ga je daar je kwaaie streken uithalen. Smokken? No, dat niet. Gewoon zitten. Alleen met jongens? Vruchten plukken en dat soort dingen. Ja. En Tamega school is vlak achter Sarina. Dus wat we deden, s'morgens, in de pauze, op je boren, goed even. En Sarina had een vijver met vissen. Ja. En dat ga ik zeggen, maar ik kom met Sarina maar ik heb het tegen me. Maar je had ook muntjes erin, toch? Dus hoe ben ik op mijn woord, kun je visie hebben voor mij in die vis gaan kijken? En ja, gaan jullie. Maar even snel. Voor munt snel. En dan, je gaat naar... Maar als je ook niet dat je bij... No. Mijn bij is aan Sarina, dan ben ik naar... Daar had je ook een winkeltje die ijs verkocht. Dus ijsjes, hè? Die stroop ijsjes. Toch gingen we daar ijsjes kopen. Dus dat ben ik kwijt staan, maar dat is geweldig zijn. Maar ik was gefocust, mijn vader drilde me goed. Dus wat betreft lessen en dat soort dingen, minder weinig grap. En dan altijd zelfs nu bij je Pantu Drimatico. En ik ben afgevuld met de fleters, de voetballers. Ivanildo, Ivers, vader van Ivers, Ivanildo's vader van Gleo. Onze nationale topscorer. Dus Ivanildo, met hem heb ik samen op school gezeten. Dus de vleet is gewoon de vlak daar aan de Dinalaan, denk ik, ergens daar. Dus daar draait ook bij de. Maar het was een hele leuke periode. Dus ik ben opgegroeid echt in die buurt. Oké. Kwaaie jongens, kwaaie jonge dingen gedaan in een boom. Alleen maar jongens. Dan wanneer is dat begonnen met meisjes? Meisjes doen dat je altijd. No? Om je bij postator hebben we school tot dat niet. Milo weet ik nog en dat ga gewoon niet tegen jezelf. Milo weer bij de eerste Milo. Uh-huh. En dan zat mijn zus en mijn vierde zus die zat samen nog met mij. Want er waren geen ouder. Uh-huh. Dus ze zat nog met mij en zeker in de eerste rekening van die ouder. Dus van, je moet kijken wat hij doet en zo. Dus ik kreeg eerste week een brief van een dame die in de vierde Milo zat. Hi, ik ben ferry. Die is wel brief ik af. Met allemaal, dus elke zin had een Hindustaanse filmnaam. ik bracht het netjes naar huis. Dus alsof ik kies, dus de man die maar schuld had naar mij. Maar goed, het was gewoon, maar wat dat betreft, gewoon, ik heb altijd op school als ze dit. Je zou juist willen denken, vier zusters. Dat want die vier zusters, lange vriendin. Dus mijn bod, drie man, alle vriendinnen, juist vriendinnen, kom jullie thuis. Is dat weer dan? Next. Ik kwam ook thuis, maar... Geen huisje gespeeld? Nee, dat niet. Niet echt, nee. Toen ik 10 jaar was getrokken, was het zo staan hier. Maar hier, bol, hier is dat min, Amartaki. Niet echt. Nee, niet echt. Niet echt, maar wel gespeeld. Ja, wel gespeeld sowieso. Vader, was je vader? Ik was altijd kind. Dan krijg je die liefde toch? Ja, kind is geboren. Kind is geboren. Dan krijg je die liefde. Vader moet je altijd... Maar is er... Wanneer ben je begonnen? Maar dan gaan we even over naar liefdes. Je liefdesperiode. Wanneer is die vlinder gekomen? Wanneer heb je gezegd van... Hé, ik vind haar leuk. Op de universiteit. Pas! Ja. Dus dat is mijn eerste relatie geweest. Maar even serieus, mijn brief dat is nog. Nee, je hebt controle bij je beton, dus dat heb ik. Dus niet eens tussen Milo school? Nee, geen relatie, nee. Hé? Serieus. Ben je daarom niet klaar als koros? Gewoon, niet daarom. Maar nooit interesse gehad? Nee, ik heb, laten we zeggen... gefocust? Ja, dus ik was gefocust, laat ik het zo zeggen. Dat is niet bewust hoor. Maar ik ben een beetje...
beetje apart van die vrienden van me. Yes. Waarom je moest doorgaan van over die hoe dat die weer van de liefde, universiteit ben je begonnen? Ja, toen kreeg ik een gevoel van waarschijnlijk heb ik iemand hier die ik aan kan doen. Waarschijnlijk heb ik is dit de persoon dat je denkt van die gaat nu starten. Is dat nog steeds de persoon? Ja. Wie is de persoon? Dat is mijn echtgenote, Conchita. Conchita hoe meer? Conchita Gisiao. Nog niet getrouwd? Jawel. Hoe lang getrouwd? Ja. Hoe lang al? Ik ben een... Nee, ik heb het probleem. 2009 ben ik getrouwd. 12 jaar. 12 jaar? Ja. Zijn er kinderen? Ja. Hoeveel? 1. 1 kind? Ik heb 1 jongen. Je wil niet meer? Zij wil niet meer. Oh, zij wil niet meer? Nee, één jongen heb ik van 4 jaar. Mm-hmm. Dus dat is het. Het is ons kind. Je bent afgestudeerd als arts, toch? Yes. Moest je dat van je ouders doen of heb je van je uit jezelf heb je gezegd van nee, ik wil arts worden? Laat me dit vertellen. Mijn moeder is verpleegkundige, gepensioneerd nu. Maar ze heeft 40 jaar in de Japanese huis gewerkt. Dus je moet nagaan, ik ben opgegroeid in het ziekenhuis. Oh. In het Japanese ziekenhuis. Elke dag gewacht op mijn moeder. Tot ze klaar was naar huis gaan. Dus eigenlijk kan je zeggen, het is een beetje, ja, je kreeg interesse. Maar het is niet dat ik een druk had op me. Maar ik wilde zelf worden. En toen ik ben ingeloerd, heb ik gezegd, dan ga ik het wel doen. Maar mijn eigenlijke jongensdroom was piloot. Ja, ik wilde piloot worden. Heb je dan daarvoor arts gevoerd? Ik kreeg in het tweede jaar van Milo, kreeg ik problemen met mijn zicht. Mm. Ja, ik had hele rode ogen, tranende oren. Ik was geen oorzaak te vinden. Maar ik dacht, ik ga geen risico's nemen. Dus toen ik na een paar jaren besluit mocht nemen, heb ik toch gekozen voor geneeskunde. En als ik niet voor geneeskunde ingeloed zou worden, dat zou het misschien toch wel worden. Mm. Maar het is gelukt, dus ik heb het afgerond. En hoe lang ben je al arts? Ik ben afgestudeerd in 2011, dus 10 jaar. 10 jaar. Ja. En je hebt een heleboel mensen kunnen genezen. Weet je nog hoeveel mensen je hebt kunnen? Nee. Belangrijk is dat je het gevoel hebt dat mensen de kwaliteit van het leven van mensen hebt kunnen verbeteren in je loopbaan. Er zijn ook gevallen geweest waar het niet goed is. Dat moet ook eerlijk toegeven. Maar in de geneeskunde is het niet zwart-wit. Alles is, er is geen garantie. Want dat er een collega niet uit, dat je bent gegarandeerd beter als je dit zou drinken of zo. Ja, dat is fascinerend, is geen garantie. Maar het is een grijs veld. En in dat grijs veld moet je er zeker van weten van één. Je doet het uiterste. En ik heb gewerkt in verschillende regio's in Suriname. Ik ben gestart bij de RGD. Daar heb ik gewerkt. Ik heb toen bij Weyland Henk McDonald gewerkt, 3 jaren. En daar heb ik veel geleerd. Daar heeft hij me eigenlijk een beetje de kniepjes van het vak geleerd. En daar heeft hij me ook gezegd, in bepaalde dingen geleerd van, hey, geef nooit een garantie aan iemand dat je duur komen te staan. Ja? Kijk, je mama was spooit, maar ik is zo allergisch dat je mijn vader in de drappen. Je moet altijd dus die dingen wel vertellen. Maar dat tik ik wel. No, dat je mama was spooit weer aan man. No. Ik heb het wel meegemaakt op de spoorreizen door toen ik daar werkte. Dat je bezig bent met iemand en het leek. Je hoort plotseling niet meer, maar je kijkt en je ziet die persoon niet. Snap je? Dus dat zijn wel de zware momenten voor jou als mens. Dus je allemaal dat is niet. Dus nee, maar op zich zijn heel veel mensen die ik heb behandeld. Althans, alle artsen. Maar overal geeft het me wel een goed gevoel. Okay. En om het nu te mogen doen voor de samenleving, dat is voor mij niet goed. Daar gaan we nu. Van arts, minister. Hoe ben jij in aanmerking gekomen om minister te worden? Waar?
van arts naar minister. Hoe willen we het vandaag weten? Ja. Oren. Na de break. Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected à la C. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby. Connected à la C. Enjoy affordable connectivity. Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch. Ja, en we zijn terug, mensen, we zijn terug. Na lang mag ik weer in die middelste camera beginnen. Maar, men, we waren gestopt bij hoe is Amar in Amerika gekomen om minister te worden? Als die president. Een beetje mooi accent. Nee, maar weet je wat dat ding is? Kijk, we hebben plotseling kennis met jou gemaakt. Plotseling Amar. En Amar is enorm populair in Suriname. Als ik aan een Ramadan, which is direct COVID. Toen heb ik geen woord. Direct. Lockdown. Hai, hoe. Ja, nee, laat me dit zeggen. Kijk, in 1999, toen leefde nog de voorzitter Lachman, startte de PHP met hun allereerste kadertraining. En mijn vader, ik ben eigenlijk met de pap niet verbonden. Dat is een huis uit Ouderwijzer, zei ik wel. Mm-hmm. Hij is ook wel bekend, Ardeo Hamadin, oud-districtscommissaris, ook politiek analist. Oh. En hij heeft, eigenlijk heb ik hem altijd ondersteund, als kleine jongen ook wel, met al zijn politieke werk, boekwerk en dat soort dingen. Dus in 1999 was ik 17 jaar. En toen kwam ik aan de training en toen interesseerde hij me van, wil je gaan? Het is niet speciaal politiek, maar het geeft je wat indicatie waar docenten als oud-president Shankar en weet je. Dus, en ik heb met me toen ingeschreven. En die training hebben we toen samengevallen met bijvoorbeeld oud-minister Vijay Chotkan. Die zat ook daar. Meneer Hardin is nu directeur van het kabinet. Dus er waren een aantal mensen die daar waren. Ik was wel de jongste. En die groep werd een beetje ook geleid door Urmila Ramlagansi. En ik heb die training gevolgd. En ik heb mijn kadertraining goed afgerond. Mijn certificaat ontvangen. Uit handen van voorzitter Lachman. Dus dat was in 2000, net voor ik opende. En vanaf toen ben ik dus die happy kaderlid. En heb ik gepraat. Heb ik in de afgelopen jaren ook geparticipeerd. Niet prominent. Waarom? In 2010 begon ik met mijn geneeskundige opleiding. Dus ik had geen tijd voor de politiek. Maar ik heb wel altijd gesympathiseerd. Ik heb altijd wel bijdrage geleverd. En meegedaan. En in 2020 had ik ook niet gedacht hoor. Maar uiteindelijk had de president toen in SP had een strategie uitgezet om dialoog te voeren met verschillende organisaties. En zo was er ook met de vereniging van medici gesproken. Toen was gevraagd naar hun visie over de zorg. Ik was toen ondervoorzitter van het bestuur van de huisartsen. En toen waren er voordrachten gedaan vanuit de VMS. Dus eigenlijk is het zo gegaan. En uit die voordrachten ben ik toen gekozen na een aantal gesprekken, serie gesprekken. Over mijn visie en hoe ik de zaken wil aangaan. Het is goed aangeslagen. Niet direct. We hebben natuurlijk wel gesproken. Ik heb de voor- en nadelen bekeken. Ik was in 2016 gestart met mijn eigen praktijk.
en ik deed een aantal andere dingen ook. Dus ik had een, ik heb iets opgebouwd. Je hebt cliënten, en ik zeg aan patiënten. Je hebt cliënten die op je rekenen. En ik heb ook een aantal van hen geconsulteerd. Aangegeven, want het wordt een goede grind right of je carrière als arts komt ten einde. En dan ga je in een fase, in een uitdagende fase met de pandemie. Dus het is de ene al uitdagingen. En je weet ook niet waar je naar de ministerschap terecht komt. Kan je weer werken in dat veld? Wat gaat je doen met een jong? Wat ga je doen daarna? Dus al die dingen heb je op een rijtje moeten zetten. Maar uiteindelijk hoop ik het wel aan paard. Dus. Zo, maar hoe ga je om met alle kritiek? Want ik kon hard in een pandemie. En hoe? Amar, vertel me, hoe ga je om tegen de sanitaris met takfi? Hoe ga je ermee om? Nou, kijk. Je komt inderdaad in die pandemie terecht. Het is een wereldwijde crisis. Er is geen draaiboek, er is nergens een blueprint. Er is geen boek. Hoe ga je zoeken? In die WHO database, of in een boek, ga je een draaiboek open. Je kijkt naar ervaringen, wat landen doen. Je kijkt, je luistert. Ik heb contact met een aantal ministers van bepaalde landen. In het begin, dus je weet eigenlijk, ga je dus alles opnieuw proberen. Je gaat outlinen wat is er, wat is er niet. En daar hebben we heel veel geïnvesteerd, energie, tijd, de deskundigen geconsulteerd, een team samengesteld. En wat je ook doet, het is niet goed. Ja, dat zou ik net zeggen. Dus, wat je ook doet, is probeert uiteindelijk het algemeen belang altijd voorop te stellen in je aanpak. Je moet niet kijken naar wie het niet leuk vindt of wie het wel leuk vindt. Eigenlijk kijk ik iets meer naar de kritiek. Hoe zet het beleid op basis van bewijs, op basis van hey, waar moeten we terechtkomen. Dus het land staat altijd voorop. En dan heb je natuurlijk mensen, ook intern, ook binnen de coalitie die je bespreken. Mensen die het niet altijd eens zijn. Maar daarvoor moet je moet toch wel, vind ik, en dat zie ik bij mezelf, het heeft veel van me geërfd. Wat ik al verder goed doen. Jereno, Tamar, heb je nooit het gevoel gehad, maar dat is creëren in Dinangami, heb je nooit het gevoel gehad om te zeggen van, hey, stay rekening samen, tapu, wil je morgen? Ik heb het even dat gevoel kwam even op, toen ik in april dit jaar, en we gaan gewoon clear praten, toen ik in april dit jaar met mijn gezin vertrok, ja, richting Miami. En laat mij dit duidelijk stellen, het is allemaal mijn zin en allemaal mijn begin. Misschien moet ik het altijd zeggen. En Kutakasani, het is een beetje pijn als je als burger van dit land, als je als mens even tijd uittrekt met je gezin, op eigen kosten, toch? Op eigen kosten, Kutakasani Fasande. Want dan gaan de mensen in het parlement, en alle andere dingen allemaal tak safi. Wanneer je het goede voorbeeld wil geven, en je gaat op eigen kosten, een jaar nadat je crisismanagement hebt gedaan, die broekjes weet je, 24 uur per dag, soms zag mijn gezin maar 2 dagen niet. Je gooit alleen voor een korte break van een weekje, dan gaat dat destijds worden gebruikt tegen je. Zelfs toen ik in Miami landde, kwamen er honderden berichten van mensen binnen de regering, buiten de regering, die me gewoon uitscholden. Eh? Ja, letterlijk van die gooit in Libuja, Alexander. Maar ik bedoel, ik wil maar zieken of maar nog doen. Dat kan er wel draaien. We zorgen voor een gedegen overdracht. Yeah. We zorgen voor een gedegen vervanging, dat er beleid is. En je mag het weten, ik heb in mijn vakantie in Miami, heb ik keihard elke dag gezoomd met alle mensen. Alle afspraken zijn gewoon doorgegaan. En het kostte van mijn PV. Dus hierin wat dat met mijn gezoomd. Was het niet? Er is iets ongelukkigs gebeurd. Want klaarblijkelijk roving kosten waren te hoog, et cetera. Leven met je bespannen. Want dan natuurlijk jij als minister dat niet weet. Dat tref je. Je gaat dat. Helaas is dat gebeurd. Je gaat het niet kunnen terugdraaien. Je kan ergens die kosten terugverhalen. Maar dan ga je maatregelen treffen als overheid. En daar heeft de regering een besluit genomen. Dat we kunnen. Zo het minister ook weer toe. Bij een sim.
je bent een sim $25 met 5 GB of 8 GB data. Dat is het. Snap je? Maar dat leidt weer, dus we ook niet aan boek, natuurlijk. Maar vanaf nu, die kosten komen niet meer. Maar als we het niet zouden weten, dan zou het van zomaar door. Maar pres flesje? Nou man. Maar een fles? Helemaal niet. Oh, want je pres een flesje, jongen. Minna sabi kan de flesje niet meer in een takkie. Nee, nee, nee. Maar wat dat betreft, kijk, elk mens gaat nooit iets kwaadaardigs doen. Als je het negatief wil bekijken, dan ga je het zo noemen. Maar als je het gewoon, je moet het toegeven, ja, oké, het is gebeurd. Anderen hebben het ook gedaan, het is gebeurd. En dan ben je sabi, sorry. Snap je? Maar we doen het morgen. En je moet daar aanpakken, want er gaan delegaties weg. Er kwamen ook die tijd pas begonnen weer fysieke dienstreizen of reizen van mensen. Dus we wisten het toen. En we werden erop geattendeerd. Dus dat ding wordt gebruikt als politiek ding nu. Maar mijn gebruik is die. Om het te onderzoeken. Lekker onderzoeken. Dat heb je dan in Spanje. Gerino, iemand die me ook gevraagd. Stel je vraag die zich van. Hoe weet, dat is Jerry hoor. Hoe weet de minister Amar Ramadan dat die vierde oorlog. Oh, vierde golf. Nog 2 weken duurt. Ja. Hoe weet de minister het? Ik ben niet helderziende. We werken altijd met calculaties en modellen. Dat zijn epidemiologische calculators, modellen, waarbij je een aantal indicatoren moet invoeren. En dat doet niet ik hoor, dat doet deskundigen die me adviseren. Dus ik denk van, ik kan het wel zeker. Dan moet ik het wel los aan zomaar. Dat weet je, dat zijn we toch niet garanderen. En dan zie je ook die predictions. Open aantallen, wood drop. En dat staat er nog steeds af. Dat kan misschien met een week of zo dingen, maar dus, je ziet die trend toch? Je ziet, ja, dus dan kan je het kan je de uitspraak doen. En de minister moet het bij uitstek doen. No, wat er maar nog doen. En wanneer wordt die lockdown weg? We willen het zo gauw mogelijk opheffen. December? Je ziet voor 11 uur. Dus kijk, dat ding is uiteraard, je wilt niemand in hun vrijheid beletten. Ik zeg praat ook van die samenleving vaak persconferentie, wil ik wel persconferentie nodig zoeken. Je weet het, hè? Het moet gedelegeerd worden nu naar een andere niveaus. En we hebben een deal gedaan. Je moet nagaan, simpel, ik heb 6 maanden zonder een directeur gewerkt. Ja. Ik heb het ministerie overgenomen van mijn voorganger Elias. Op de dag van mijn installatie heeft de directeur toen. Hoe die dame weer? Mevrouw Jessen. Ja, is toen bij me gekomen en zegt van ik ga met verlof. En aansluiten daarop met ontslag. Maar voordat je hebt gesproken? Maar dat is mijn poeraswa. Maar mijn poeraswa, ik moet ze repieten. Jerena, maar zei de una godoro na na ouro aan, a ouro COVID. Dat is het voorrecht van die regering. De regering mag zijn eigen beleid in zicht hebben. En wij willen een andere aanpak. Wij willen geen militaristische aanpak. We willen een epidemiologische aanpak, een virologische aanpak, een virus. Dus we hebben dat gedaan. Niet dat mensen ook aan de kant zijn gezet. Het vorige team heeft dat een bepaalde tijd nog gewoon gefungeerd als backup, weet je, als een beetje op de achtergrond. Maar we moesten een beetje andere gezichten brengen en we hebben veel moeten doen. Het leek erop alsof het veel was, maar toen ik het echt overnam, en een heel tak politiekje, maar toen ik het overnam was er bijna niets. Alleen rekeningen die we moesten betalen. Oh ja. Zo, dankjewel. Dus nog een keer. Dit is naanbread. Naanbread. Ja, dit is advocaat, dit is cilantro, chana en sarnaal. Oh, mooi man. Oké. Iets aan bakker echt niet. Naanbread is een soort roti. Oh. Dat wel. Dit zijn die kikkerertjes. Kikkerertjes. Dit is gewoon flower, hoor. Dit is geen enkel gwendolyn. Het is geen flower. Het is googri. Googri, ja. Googri. Gwendolyn. Mag ik een serpent? Oké. Hij moet zijn in die mat, toch? Komt dit niet uit? Ik heb dat ook niet. Ja. Dus toen heb ik een man, maar het was moeilijk werken, want we moesten 6 maanden zonder directeur werken. Dus ondanks sollicitatie oproepen,
autorização para o problema de news feed, as press family. Se me bom, ninguém vai correr uma tronça em Bama. E eles já querem para a tela, já para a você não nessa gente você está, que tem que vir dentro da direção de mim, para o seu curso, claro. Não, se eu gostar eigenlijk met een directeur. Een ministerie zonder directeur is een ministerie. Je moet er nagaan. Dus die taak was dubbel. Dus ik had een heel zware periode achter de rug. Ja, dus al bij al zitten we na vier golven nu. We zijn, en dat is precies als je in de wereld gaat kijken, heeft alle landen bijna hebben vier golven gehad. Geen land is bespaard gebleven. Mensen vragen ook als Amar. De minister van Volksgezondheid kopieert van Nederland. Want ze zeggen, alles wat Nederland doet, doet Suriname ook. Want nu is er weer een ding daar. Een golf bezig ja. Daar. Mm. Kunnen we praten over die vijfde golf of is het nog steeds die vierde? Nee, het is weer een golf, ja daar. Maar wij, ik ben niet meer in die... ...kopieerd, want toen de Koeram van kapte. Toen de Koeram lockdown, toch? Dus we lukken ze hebben, we kijken overal, naar alle landen. We kijken ook naar Guyana, we kijken ook naar Amerika. Maar ons beleid, we zijn het enige land in de regio die vereist dat je volledig gevaccineerd bent als je wil binnenkomen. Andere landen in de Caribbean doen het niet. Nu, vandaag, 8 november, is Amerika gestart met deze regel. Yeah. Dus we zijn een beetje voor. Dus soms zeggen mensen, ja, we lukken ze hebben, maar het is toch goed. Als wij die capaciteit niet hebben om onderzoek te doen, research. Ja, en de ja. Mensen daar wel. Ik ben naar Nederland gegaan in een werkbezoek met de president. En daar ben ik ook door het outbreak management team ontvangen. RIVM, PDMI, doe onderzoek aan de standaard. Je leert van die mensen. Je moet toch niet dat wiel opnieuw gaan uitvinden. Go play Igisa. Dus we look hoe ze hebben ze. Maar dat kan het ook niet precies kopiëren. Het is niet dezelfde samenleving. Het is ook niet dezelfde varianten die hier misschien prominent aanwezig zijn. Dus mensen zeggen dingen, maar we moeten voorzichtig zijn met uitspraken. We proberen gewoon. Alles wat we doen is in voordeel van de samenleving. We willen hebben dat iedereen leeft leven. Denk je dat ik het leuk vind dat 1100 mensen zijn overleden? Ja, toch? Veel. Het is veel. Elk gezin heeft wel iemand verloren. Elk familie heeft wel iemand verloren. En daarover moeten we gewoon. We moeten dat dingen neutraal en nationaal bekijken. En waarom worden die mensen verplicht om te gaan vaccineren? Normaal niet verplicht. Dat willen ze ook weten. Ze zeggen, ja, hij zegt dat het is niet verplicht. Maar wanneer je moet aan het werk moet of van werk zoekt, staat daar groot geschreven, gevaccineerden mogen alleen solliciteren. Dat zal zijn in het kader van een veilige werkplaats. Maar dat is niet dwang, verplicht vaccineren, voor COVID bestaat nog niet in Suriname. Maar wil je dat hebben? Ik wil dat, misschien gaan we dat hebben voor de schoolgaande. Pfizer heeft nu een 5 tot 11 goedgekeurd. We moeten ook niet hypocriet blijven, denk ik. Dus wanneer je kind laat vaccineren vanaf geboorte, pentavalent, al die vaccinatieschema als kind, tegenwoordig bijt is een druppel, is een vaccin. Polio, orale poliovaccin. Ja. Een druppel, is een vaccin. Ga je daar zeggen, nee, ik wil mijn kind niet vaccineren? Er zijn misschien mensen die vooraf bekend maken of laten weten van niet. Misschien uitgeloofd, religieus. Maar dat is een kleine groep. Maar wij moeten openstaan. COVID gaat er voor altijd zijn. Maar 20 jaar gaat niemand deze discussie meer hebben in de wereld. Van moet ik het vaccin nemen of niet? Automatisch zolang moet ik het. Dus het is iets dat... Het is nieuw, ik begrijp het. Mensen zijn er tegen. Sommige mensen verschillen van inzicht. Sommige mensen hebben principiële problemen. Dus niet. Maar dat mag. Het is gezond. Maar we moeten niet... Het moet niet over het boventoon voeren en overheersen. Anders ga je voor altijd leven met een epidemie in land. En dat moet je niet hebben. Dus als minister van Volksgezondheid ga je dat altijd bestreden. Je hebt nog je antwoord gegeven. December. Koring. Nou, de vriend. Nou, weet je wat het is? We hadden, van jullie streven was 75%, toch? Udoro 75, dat was bijna, toch? Normaal. Hoe door het, hè? Hoe mijn Udoro ongeveer? 42. Check even, 42. Dit is niet aan, toch? Dit is geen ding, toch? Huh? Wat is aan? Ja, we gaan door. Ja, we gaan door. Je bent gelijk in, ja. Ja. Ik kan zo, dus maar toe. Je telt alles. 12 plus 42.75%.
En dan moet er nog 9,5% moet nog 1% krijgen. Dus als al deze mensen krijgen, dan komen we pas op 51. 51 is meer dan de helft. Ja, 12 plus. Maar dat ook dropbacken, want we gaan 5 plus. Wow. Want die Pfizer is nu niet goed gekeurd voor 5 tot 11. Okay, in Amerika. Okay. Dus we kijken ook daarna. En dan gaat dat weer, want dan komt die groep van 5, 11 uur mee. Dat percentage, ook dropbacken. Dropbacken. Dat groep is een grote. Dus ook, december nog al. Ik kan me nog niet uitlaten erover, omdat ik weet dat in de regering er inzichten, verschillen van inzichten maar kan je die mensen ook wel begrijpen? Is dat die horen van voer in een kooi? Toch? Die vangen voer, toch? Die komen in een kooi. Die oppo, gewoon die oppo, die oppa door, even dat voor een keer. Wat kan die vogel doen? Ja, oloog, maar dat is dat dan van mij nu recht kap en kieren. Dat naast me leg je uit. Nee, ik begrijp het. Ga overdag eruit. Ja. S'avonds staat die buurman te luren om je te kappen. Als je wil gaan, dan ga je gekapt worden. Aha. Snap je? Dus, goed was hij gefaseerd. We kunnen van meningen verschillen, maar wanneer? Dat is het belangrijkste voor de samenleving te nemen. De minister, die regering, gaat niet daar gaan om jou te pesten. Wij doen het. Wij kijken naar onze ziekenhuizen. Want terwijl delen van entertainment, delen van horeca bij me komen, oppassen je kieren. Maar toch, zolang je dat record aan mij toe, tapassen, want je kieren erop. En tegen je kies van blinde darm ontsteken, of je kies van hartaanval, en ik ben wel die naar SCH en mij tegen afreis, pang. Dus ik moet er niet gewoon zeggen hoe ze zijn, er moet een balans zijn. Dus er is een enorme druk op je, want als die het uitgangsdingen op je zit. Plus dit dat rijdt tapu, de tramwaybar, oppo. Weet je sinds zaterdag hoeveel doktoren mij al hebben geappt? Hoeveel ziekenhuisdirecteuren mij al hebben geappt? Minister, wat hebt u gedaan? Je gaat zien wat er gaat gebeuren. Tikkie eigenlijk over 3 weken. Maar snap je? Maar dat bijna wil ik geloven dat u weer terug gaat naar 6 uur. De kans is reëel. Dat we nog een golf gaan krijgen, maar alleen is het een kwestie van afwachten, monitoren de situatie. Hoeveel procent, hoeveel mensen zijn er, hoeveel besmettingen. Je ziet dat we nu algemiddeld onder de 20, onder de 18 zo zijn. Het was hier van 31, maar dat komt in het weekend gaan alleen zieke mensen echt testen. Dus, je ziet dat. Dus, we moeten dat gewoon balanceren. En we moeten niet drukken. We kunnen gaan, ik niet komen, ja, pangara is te vinden. Ja, we kunnen testen. Of, doe snel testen, dan ga je binnen. Als je gevaccineerd bent, kan je besmettelijk zijn. Als je het virus kan dragen. Ja, dat is dat stukje ook. Want ze zeggen, daarom willen bepaalde mensen niet gaan vaccineren. Want vandaag was er ook iets op Facebook viraal gegaan. Pewaman Dede, een gevaccineerde dood in het buitenland. Ik weet niet welk land meer. En dat soort dingen is op negatief nieuws in serie. En dat hebben die mensen, bepaalde mensen, van... Ja, maar ik ben mensen die gevaccineerd zijn gaan dood. Dus waarom moet ik me dan zelf gaan vaccineren? Ja, maar je moet niet naar individuele gevallen kijken. Je moet over dat hele plaatje bekijken. Geef me aan hoeveel mensen zijn. Er zijn mensen, ja, gevaccineerd. Maar zijn er al mensen hier in Suriname die gevaccineerd zijn? Zijn er al mensen hier gestorven? Ja, maar niet van het vaccin. Oh. Van een COVID-infectie. Maar het waren mensen die... En dan ga je weer. Mensen die zeggen, ja, dat maar even draaien af. Het waren mensen die bijvoorbeeld aan het dialyseren waren. Mensen met onderliggende aandoeningen. Die mensen hebben al een verzwakt systeem. Dus de man is als poëntje, de man beschermt. Maar wanneer die COVID-infectie, vooral die varianten, zijn besmettelijker, geven meer problemen aan je immuunsysteem. En dan kom je problemen. Dus ik ken mensen die nog recent zijn overleden. Ondanks volledige facet. Een oud patiënt van mij is laatst ook overleden, 77 jaar. Weet je maar, die man had onderliggende ziekte. En dan krijg je dat, deze discussie. Maar als je kijkt naar de overall effect, dan is maar 1 op de 9 mensen die opgenomen zijn, dus gevaccineerd. En de rest is ongevaccineerd, 1 op de 10. Dus 9 van ze zijn, ik wil ook altijd zo, ik heb hier maar kaart, ben je gevaccineerd? Nee, 9 van ze niet. Dus dat geeft duidelijk aan dat het vaccin inderdaad beschermt. Anders zou er toch een balans zijn ofzo. Oké, Amar, ik zou niet in je schoenen willen zijn, ja. Amar. Echt niet. Maar een laatste vraag. De Krinangami. Juna feesten, man. Want Juna singing, man. Elke pokoe, man. Nog een feestbeest. Juna dat niet, man.
Je moet beseffen wat het probleem is. Je moet begrijpen waarom er een bepaald, waarom het samenkomen niet goed is. Want jij kan gevaccineerd zijn, je tikt je mondkap of je, je hebt je spray. Maar je weet het maar nooit. En ze komen voor als een muziek in mijn paard. Weet je wat er gebeurt? Weet je hoeveel virussen daaruit komen? Daar hebben we gezegd, we moeten voorzichtig zijn. En zolang dat er is, dan niet. Maar sowieso, iedereen hunkert weer naar het socializen. Iedereen hunkert weer naar een feestmoment. Zoveel mensen willen trouwen, zoveel mensen willen een groot feest hebben. Het kan even niet, helaas. En je ziet wat er gebeurt, dansen met Jansen, Isabella te halen. Dus het, het moment dat je alles vrijgeeft, is het zo op zo. Dan gaan mensen weer. En dan moet je het wel, dan moet je het wel zeggen, oké, we gaan het vrijgeven. Maar dan moet je wel begrijpen en beseffen dat als we na 2 weken of 3 weken weer stijgingen zien, alles op de bak. Dan gaan we zo doorgaan. Ja, nee, dus laten we goed naar die zaak kijken. Jeroen, allemaal. Je hebt ook lang niet gezongen. Hoe lang heb je niet gezongen? Ik zit vaak maar gewoon in badkamer. Badkamer. Oké, dat is je zingt wat pokoe ja doen. Even wie zo afwang. Even dat was dat pokoe. Even dat is dat pokoe. Is dat pokoe mijn lobby? Dat is een distansnummer van me. Hoe heet het weer van die twee vrienden? Je bent. Dan gaan we afsluiten mensen. Je bent. Hai, Jago. Nou, laten we even checken hoor, want als je past even al die check tijd... Check as de info. Ik kan gewoon daarop maken. No. Ik moet nog een rehearsal even. No. Wacht erin even. Wacht dan, we zijn zo terug. En dit alles gebeurt in... Ja, en we zijn terug mensen, we zijn terug. En nu gaat hij voor ons zingen. Nou, wat heb je met koek? Waar mag ik kijken? Ja. Daar, bij... Oh, daar, hè? Ja. Oké, okay, maar je ziet me? Ja. Oké. Okay. Wanneer je... De speciaal op verzoek van de man himself. Ja, naar mijn poppen. Tappa Bangstel. Daar gaan we iets proberen. Ja, ik luister. Je dosti, hum nahi torenge, torenge dam magar, tera saath na chorenge. Ye dosti hum nahi torenge, torenge dam magar, tera saath na chorenge. Hey, thank you. Willen we ook iets persoonlijks, het persoonlijk, dat verhaal erachter. Ja, dat verhaal erachter. Waar zijn mijn presentjes? Mijn presentjes, jongens. En Ben, kijk, Lugoja, ik ben gevaccineerd hoor. Ja, gevaccineerd. Eerste spuit, morgen moet ik mijn tweede spuit halen. Ik zal ook morgen dan. Al die tijd. Ja, 50 jaar. Eigenlijk intact. Ik ben met u, jongen. Papa. Dankjewel, Boeski. Ja. Oké, met het. Ja toch? Okay. Dus morgen haal ik mijn tweede. Weet je waarom ik zo lang heb gewacht? Ik wil het ook nog wel even. Abu. Weet je waarom ik zo lang heb gewacht? Ik was bang voor die naweer. Want alles wat ik dacht van, je wordt zieker van. Yeah. Ik ben een drukke man. Yeah. Dus nu wacht ik wacht op een moment waar ik het rustig had. Dat Tewans aan tik me, dat ik thuis ben. Maar gewoon, want die me op een bitak noti de me gespoit. Die bolie haar me goeire. Oké. Maar bolie evrede aan naai.
kijk bolly daar. Big is king. En mijn vrede wat naai, wat geen naai. Ja, wat veel man dat toe? Oh, Dino! Dino! Ik ga maar eens even doen. Dit is de man dat je vrede wat geen naai. En dat die prik is even maar. Bolly bij je gaan vaccineren. Het was simpel, hè? Ja, heel simpel. Dus morgen ga ik met jullie halen. Ik ga met jullie wat boel doen. Ik ben een vaccinatiecampagne in Katron. Het is simpel. Het is gewoon simpel. Het is gewoon simpel. Ja, even een paar mensen tegen. Als je me naar binnenland 100% is gewoon simpel prik. Om je weer vaccineren. Yes. Maar we gaan het afsluiten, min. Je krijgt van telesuur krijg je 50 SRD. Bel toch goed. Dan kan je aflossen. Dan kan je aflossen. Ben je wat op je? Wat denk je, maar we bellen. Van Marion krijg je heerlijke verschillende soorten heerlijke sardines. Oké, ja man. Mitchie is nog niet klaar met je. Mitchie, gezond. Is nou super gezond. Alleen Surinaamse producten. Een heleboel Mitchie producten zijn in die. Man. Bedankt. Mitchie, bedankt. Geniet ervan. Ja. En van kapper. Ja. If you want city barba. Secret cuts. Okay. Je moet het proberen, in op scherm moro. Okay. Want je probeert voor de keer geest. je valt direct door de man. Direct, okay. Krijg je een waardebon, kan je daar gaan knippen. Oké. Okay. Misschien dat je naar modo man. Je man, no je naar modo man. Misschien je model, zolang je een polo bos. Je naar modo man. Je sapsa naar modo. Je sapsa naar modo. Extra kobroek. Skinny. De JD. Dan ga je gewoon naar... Goddess Heritage, ze zijn in die waar Times Mall is. Oké. Okay. Je go, Goddess Heritage en dan mag je gewoon kleren halen. Dat is waarde van €50. Eh? Ja, shoppen. Oh, dankjewel, Goddess Heritage. Ja, wie is het, Saboy Kanga's Poiti? Ja, vaccineren, vaccineren, dus. Is voor jou, Alfa Jesuita Break. Dit is een booster. No, booster. Is booster. Van mijn zes uur prik. Dus weet je, hangen je met ons nummer erop. Alles op wordt gesteld en zo en dan gaan we niet verder. Ja, ja. Maar samen met Gordon, is mijn potentie. Spuiten, nee. Spuiten hier. We gaan spuiten, Steril. Steril, oké. Steril. 1 keer. 1, 2, 1. Ajo. Abooster even. Hey, abooster. Ik ben een beetje traag, maar is... Hey! Ik ben een beetje lekker, jongen. Simpel, jongen. Hoe enorm ik ben. Ben je nou een tier? Is een keer goed, nee. Oké. Oh, ja. Dus na het boosteren moet je goed eten, hè? Ja. Ik ben een bang aan die van het, hè? Dus zo meteen. Oké. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Dit is meer een masala. Ja, toch? En je bent een tough cock boy. Hé, hey, maar mijn roti gaat op zet. En dan laat het halen, moet het op zet. Oké. Oh, die pompom. Pompom peperé? Ja, jij hebt peperé. Ja, man. Heb jij peperé? Je gaat genieten ervan, pompom peperé. Hé. Oké, dankjewel, chef Lee. Hé, kunnen jullie even inzoomen? Inzoomen, kijk hier. Gewoon op de set aan mijn roti. Kan je voorstellen? Goed, ja man. Ja man. Maar ja, wat is dit joh? Heb je ook iets voor me? Hey. Wat? Meneer Kabe. Hey. Meneer Kabe, dat je hoort aan geschenk. Ja toch. Het gebeurt niet vaak hoor. Hey. Schitter. Ja, wat is dit? Ja man, ja man, ja. Ik kwam daarmee naar Shisana Thaisa dus. Ja, en die auto, Ulayangeng. En voor al die jongens met jouw toemaatkap. Ja, die jongens hebben het nodig, want hier deden ze mee bij. Ten nooit aan COVID, minister, dat kan niet. Zonder COVID kunnen we... Nee, helemaal niet. Heel hartelijk bedankt. En niemand kan hier mee. Dit is van mij. En het is voor die jongens. Nee, want ik kan afspraak met de man gaan naar kantoor. Hebben jullie gehoord hoe we kantoor gaan naar men? Wat ik, ja? Noem maar een man die zo aan het men, ik ben een lukboom. Ik zie niets meer. Maar we gaan het afsluiten, mensen. Men, je mag lekker eten. Ja. Ik ga afsluiten. Dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van
minister van Volksgezondheid Amar Ramadan. Amar. Dus kijk Amar. 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 Ja. Amar. Amar. Ramadan. Geef maar tweede, nee. Amar. Amar. Nokraj. Nokraj. Amar. Hey, Adjes. Wat een dia. Maar. Er is een enorme druk op deze minister. Is de bekendste minister volgens mij van deze regering. Een enorme druk. Dus met Begunu. Kijk, ik heb die reacties gelezen op Facebook. Maar dat is Facebook. De 100% heeft me nodig. Alles maar uit. Ze levert kritiek. Dat van minister die ze om live te komen. Komt er niemand. Alleen maar Facebook gangster. Hoe hou op. Laten we hem die kracht geven. Die power om door te gaan voor fit affetitie. Affetitie is heavy. En ga je eerlijk zeggen, ik heb het van dichtbij meegemaakt. Mijn moeder, vandaag aan de dag, is mijn moeder ziek. Ziek omdat mijn broer COVID had. Mijn broertje COVID had. Zijn vrouw COVID had. Zijn kind COVID had. En mijn moeder, ondanks ze gevaccineerd waren, was ze bang. Nee, ze was bang om in contact met ze te komen. Want mijn moeder is een oude vrouw. Bijna 80, ze wordt 80. Vandaag aan de dag, look hoe ze net mijn broer heeft mee. Ze ligt in het hospitaal nu. Gewoon uit angst om niet besmet te worden. Want mijn broer was helemaal kapot. Dus ik dacht ook van COVID, hij is een griepje. Nou, wat ik heb gezien wat met Malen is gebeurd. Met Begunu, hoe ik aan serieus. Hoe power aan minister, hoe een kosa man. Is dat niet zo? Libasani. Hoe je fit af en toe is. Een feest, ook een feest. Alayari. Laten we gewoon even rustig wachten. Straks voorbij. Jaren kan december, die zie je, hoe normaal feesten. Maar 100%, volgend jaar 100%. Hij op een lockdown. Jaren, Atta. Men. Yes. We gaan in die, welke? In deze camera. Gaan we afsluiten. Yes. Ja? 3, 2, 1. Is dat vatten? Ja. 1, 2, 3, merkie. Ten, 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 thank you.